is het Sinterklaasnieuws met Anouk de Pater en Nanne Meijer. Hoi! Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een aflevering van het Sinterklaasnieuws. Ja, dan denk je, ik moet kijken naar het Sinterklaasjournaal Nederland 3. Maar dat is helemaal niet zo, want wij brengen jou het echte nieuws. Op YouTube, op Ponkers, maar ik ben niet alleen een Ponker, ik ben ook een What's Newer met Anouk op ons eigen kanaal. Elke zondag in bed en op de bank hier, superleuke gasten. Check het even, je vindt de links in de beschrijving. Dus dat. Hey, genoeg reclame, Nanne Meijer. Reclame, reclame! Superleuk! Ja. Heel goed, steeds sneller. Komen er wel. Ja. Luister, via social media heb ik heel veel tips binnengekregen over een geheim cadeautje op Amsterdam Centraal Station. Ja, ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt dat cadeautje daar? Is misschien een van de ISIS-pieten of Ebola-pieten hem kwijtgeraakt? En wat heeft dat dan te betekenen? Onze verslaggever die is ter plekke. Ja, zeker Nan en Anouk. Ik sta hier op Amsterdam Centraal. En ja, duizenden mensen hebben ons, het Sinterklaasnieuws, dus een bericht gestuurd over... Ja, er ligt hier ergens dus een geheimzinnig pakketje. Oké, en heb je het pakje al van dichtbij gezien? Ja, ja, ik heb het pakketje net even bekeken. Wat? Oh, dus zo geheimzinnig is het niet meer. Nee, ik weet echt, ik weet wat erin zit. Ja, maar wat is het dan? Ja, het is een soort van, ja, het leek op een nucleaire bom. Ik denk van Koreaanse komaf. Een bom? Ja. Ja, een bom. En er stond iets op? Een naam of zo? Westerse vrijheid. Dat klinkt weer heel erg goed. Dankjewel, Zij, voor het verslag. Maar ja, ik hoop dat meneer of mevrouw Westerse vrijheid dan maar heel snel een pakketje op kon halen. Ja. Ja, gelukkig heb je in ieder geval een pakketje. Ja. Ja. Nou, hij ligt op het Amsterdamse straatstation. Oké, chill. Oké, nou ja, dat is eigenlijk best wel goed nieuws natuurlijk. Toch? Ja. Nou, waarom niet? Ja, ik heb ook slecht nieuws. Dat moet er ook zijn. Friet Piet, jij hebt ontzettend slecht nieuws volgens mij. Ik heb vreselijk en afschrikkelijk nieuws, Nanne. Oh my god, dat is zo goed. Oh, fuck. Ja, maar vertel ons even waar het over gaat, Friet Piet, want we hebben echt werkelijk geen idee. Het is verschrikkelijk. Het is al sinds augustus dat de pepernoten verkrijgbaar zijn. Iedereen die hierdoor veel te dik wordt... Hoewel ik wel geil op vrouwen met kleine ronddingen. Hierdoor dreigt er een tekort aan pepernoten. En moeten er friet gegeten worden? Dat is toch godverdomme niet normaal? Nu moet ik net als voor Zwarte Piet een alternatief vinden. Kipkradennoten. Muzieknoten. Valse noten. Kritische noten. Ah, dit is zo goed, jongens. Mijn hemel, dat meen je niet. Ja, tot nu toe hebben we alleen maar steeds onderwerpen gezocht om op te vullen. Maar dit is wel echt, echt slecht nieuws. Ja, dit is echt vreselijk. Dan hebben de kinderen gewoon veel te weinig snoepgoed. Ja, ik vond het niet zo erg. Ja, ik maar snel. Dit is voor mij, hoor. Ja, in ieder geval, ik hoop dat we de volgende week nog kunnen zijn. Want dit is wel echt, shit man, dit is echt vervelend nieuws. Nou, hou ons alsjeblieft in de gaten. Volgende week zijn we er weer. En in de tussentijd dus op Wat's Nieuw. Link vind je in de beschrijving. Maar als je nou de vorige aflevering wilt zien, dan moet je je scherm draaien op je mobiel. Vind je in de beschrijving de link van de vorige aflevering dus. En ja, wij eten even verder. Eten jullie wel chocola? En hoe zit het met de pepernoten? Laat het even weten. Vergeet je niet te abonneren op Ponks en Wat's Nieuw. En dan zien we je gewoon volgende week woensdag. Doei. Oh, lekker. Heerlijk. Mm. Ja. Mm.